Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Grand Colosseum met Nandoing. Lekkering. Zeker lekkering. Vertel het eens, Nandoing, waar moeten wij naartoe? Nou, we moeten hier omhoog. Volgens mij heb je geheeld, toch? Ja, dat heb ik gecheckt. Dan moet je... Nee, niet in de Colosseum zelf. Oh. Oepsie poepsie. Omhoog? Links? Oh, ja. Daar. Dan gaan wij eens even omhoog. Oh, er is zoveel gebeurd in die tussentijd. Echt, hè? Het is echt lang geleden dat wij voor het laatst hebben opgenomen. Zeker 3 weken of zo? Nou, meer denk ik. Ik denk oprecht wel veel meer. Ik denk al 1 week of 5. Oké, waar moet ik naartoe? Railgam Tower. Oh, van de leuke muziekjes. Ja. Wat is dat? Oh, hier. Ja. Dat is die plek waar je zeg maar dat tandwiel hebt gehaald. Ah, oh, ja. En dat is nu af. Nu heb je dat leuke muziekje. Ja, inderdaad. Het, yeah. Het vervelende is, dat muziekje heb je maar voor 2 kamers. Dat is deze en de volgende. Hey, Sudowoodos. Draaiende Sudowoodos. Yes. En die 20's om te gooien. Hoppatee. Nice. Nou, en de bedoeling is nu dat je alle admins gaat verslaan. Dus het is een soort van boss rush. Dus je kan naar links, naar rechts. En als je naar boven gaat, dan ga je naar de achterste 2 admins. Okay. En je hebt nog wat trainer battles. Nou, en dit is? Mirabee. Salsabee. Het enige nadeel van deze is dat, dat de muziek niet hetzelfde is. Dus hij gebruikt dezelfde muziek als de admins. Oh, oké. Okay. Oeh, dan ga ik niet met Blaziken starten, denk ik. Nee, ik zou Amphi misschien pakken. En dan, ja, Alolan Ninetales is wel prima, denk ik. Alolan 9 staart. Ja, zeker. Zeker. Maar dan zitten we best aan het einde van de game, of niet? Ja, dit is echt het laatste stuk. Je hebt alleen heel veel battles, dat is een beetje het ding. Okay. Ik wou zeggen, misschien dat we vandaag uitspelen, maar dat weet ik dan niet. Ja, misschien wel, misschien wel. Ik bedoel, we zijn nu redelijk vroeg begonnen. Mm-hmm. Dus je weet het nooit. Precies. Ampharos en 9 staart. Ja, lekkering. Kijk, en ondertussen dan ga ik bezig met een ander project voor iemand. Want Jordi en Mike die gaan toch zo'n egglock doen? Yeah. Ja, ik ben nu bezig met eitjes maken. En ik heb ook een verrassing voor beide. Maar goed, dan moeten ze een bepaalde eitje krijgen. En ja, die kans is vrij klein, denk ik. Oké. Okay. Ik kan alleen niet verklappen wat het geheim is, want... Oh, omdat Jordi dit kijkt. Jordi kijkt dit, dus ja. Dan is gelijk de verrassing Dan moet je het een keer off-screen maar een keer tegen me vertellen. Ja, dan, ik vraag wel eventjes af en toe van hoe ver ben je nu met dat project met Mike. Mm-hmm. En mochten zij klaar zijn, dan zeg ik het wel. Tenzij ze alle eitjes gaan openen, ja, dan komen ze er wel achter. Dan gaat het wel lukken. Grimpig en Ludicolo. Hij gebruikt nooit Grimpig, by the way. Nee, en ik denk dat ik heel hard gerackt word door Mirabee. Heeft jouw Gardevoir, by the way, Shadow Ball? Ik denk het niet. Kijken. Nee. Oké. Eggron kan je ook niet gebruiken, want Water Type. Hitmontop kan je niet gebruiken voor Psychic. Nee. Dus ja, Gardevoir is het beste. Ja. Alsnog. Oh, dit wordt echt een trollfight. Nou, ik had het er ook met Paddy over. Het kan zomaar zijn dat we Mount Battle moeten gaan grinden. Ja. Teeter Dance raakt beide mons. Oh, dat is wel een beetje... Teleurstellend. Ja. Wacht, maar dat is de damage die je met beide deed. Ja. Holy damn. Dat is wel een beetje sad. Dat is heel erg sad. Oh, maar je hit er doorheen, dus je hield nu. Oké, dat deed niet heel veel. Je hield bijna helemaal, dat wel. Oh, dit gaat pijn doen. Uh...
Gardevoir, wat doe jij? Zo. Wat ben jij een vuile bitch? Dit wordt echt een ding. Ja, oh die damn hydropump. Als ik had geweten, dan had ik die 6 weken die we niet hebben opgenomen gebruikt om te grinden. Ja, dat was wel handig dan geweest. Ja. Maar ja, dat, ik wist dat ook niet. Of het echt een gigantische grind zou moeten zijn. Ze zitten nu level 52 of zo, ja. Na 6 months, oh damn. Maar je hebt zijn shadow niet gevangen, toch? Denk het niet. Ik dacht dat het Sudowoodo nog steeds was. Wat zal ik doen? Double Edge kan ik doen omdat ik heb die ability dat ik geen recoil krijg, toch? Ah ja, ja. Dat lijkt me verstandig en dan Don't tegen... Ja. Oh, ook al Shadow Ball. Dat, oh jee. Hij ook leeft het. Oh, dit is een beetje... Oké, ja. Mooi. Nou, daar heb je wel geluk mee. Ja. Hij is al Mr. Confuse geworden. Ja, inderdaad. Indeeding. Oh, het hit elke mon. Mm-hmm. Nou, dan snap ik dat hij Grumpig gebruikt. Nou, hij moet er even doorheen. Ik ben bang dat dit echt helemaal niks wordt. Nee, snap ik. Nou ja, dan is het weer een grindfest. Dit is het moment, though. Dit is het moment voor de grindings. Kijk. Fuck. Heb ik gesaved? Oh nee, wacht, dit is niet, juist niet goed. Oh, hoeveel damage doet dat? Weinig. Aegron staat ook niet echt bekend op zijn hoge attack. Is wel een goede tank, dat wel. Wacht, als ik bounce doe en dan kan ik earthquake doen, toch? Ja, volgens mij wel. Ik denk het wel. Oh, dit overleeft. Dit overleeft. Dan kan ik ook earthquake doen. Ja, nu kan het ook inderdaad. I mean... Oh nee, Hitmontop. Ja, Hitmontop overleeft wel een earthquake. Alleen aan intimidate heb je nu niks. Oké, dit is een big fail. Oh. Aan het worden. Oké. Nou, tegen de Ludicolo zal het niet zoveel doen. Dat deed echt niks. Maat. Oh. Je kan makpuntje doen. Dan is die Krumpik in ieder geval dood. Weet je alvast wat de volgende mond zou zijn. Ja. Hoppatee. En kijken of ik Shadowball op Gardevoir kan krijgen, denk ik. Ja, ik zou niet weten waar je het kan krijgen. Oh, dat dacht ik. Dat jij dat wist. Nee. Oh. Misschien dat we een TM onderweg waren, hadden opgepakt. Voor... Nou, dat zou kunnen. Double Edge. Boom. Nee. Dat zal waarschijnlijk niet. Dat maakt toch niet uit, want ik ga deze toch niet winnen. Nee, dat is waar. Daar heb je gelijk in. Misschien dat we nog een mond kunnen zien. Ja. Oh. Nou. Als Aggron het overleeft en Ludicolo. Oh nee, wacht, tegen Ludicolo deed het natuurlijk niks. Ja. Oh. Maar net toen jij met Aggron... Oh ja, Aggron heeft niet zo'n hoge attack. Overleef. Ja. Kijk. De kracht van de hoge defense. Nou, ben je in ieder geval level up gegaan. Slow bro. Oké. Okay.
Nou, oh, ik ga toch dood, ik... dus maakt niet uit. Oh, ik ben er weer? Ja, ja, hoezo? Nou, volgens mij liep het vast. Oh. Was er waarschijnlijk met mijn internetverbinding, I guess. Mind battle it is. Ja, maar echt. Of je kan... Nee, grapje. Je kan de kiem proberen. Nee, ik zou een mount battle doen, joh. Dan heb je gelijk al die levels. Dan wordt het ook een stuk makkelijker voor je, denk ik. Precies. Nou, en het voordeel is dat het niet zo kut is als in Colosseum. Dat het gewoon de mond zelf memento doen, dan ben je gelijk klaar. Ja, dat schiet lekker op. Dit is het momento. Dit is het momento. Daar is de doggo. En daar gaat de doggo weer. Die kwam heel eventjes voor de kaart. Even hoi zeggen. Ja, even hoi en toen ging hij weer weg. Kijk, de derde. Het derde eitje is goed. Gaan we inleveren. En dan gaat het weer naar beneden. Oké, time to grind. Zin in. Grind, bestijn. Extra. Oh, je moet hem geven. Give the XP share. Want sharing? Is caring. Is caring. En dat is Engels leenwoord. Dat is niet waar. Het is een Engels woord. Maar ik vind leenwoord wel wat leuk klinken. Ben je trouwens een beetje verkouden of ziek? Hoesterig vooral. Hoesterig? Hoezo? Nee, dat vroeg ik me af. Want ik hoorde je een aantal keer kuchen. En ik weet, een collega van mij die heeft nu corona. Dus... Oh, nee, ik ben hoesterig, ja. Dat zal je veel horen vandaag. Oeh, nou ja, dat... Hoppatee, en een nies. We pakken gelijk pas erbij. Oh, ging je vanaf 0? Nee, ja, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Ik heb niet een nieuw challenge gezegd. Dat had je wel kunnen doen. Ja, maar dat wil ik niet. Want die levels... Nee, dat wil je toch wel, want je krijgt dan toch meer XP in de hogere... Dingen. Ja, daarom. Dus ik wil niet... Ik wou continue doen en niet opnieuw beginnen. Dan had je continue moeten doen. Dat drukte ik op. Alleen, toen kwam er... Ik wou toen doorklikken en toen kwam er van... Oh, bij welke ding wil je beginnen? Toen kwam er weer... Toen was het meteen klaar, zeg maar. Was het meteen 0. Oh? Dat is apart. Waarschijnlijk klikte ik gewoon te snel door. Oh. Oh, dit was niet slim. Want nu doe ik Heatwave en dat raakt Ninetales ook. Dat raakt toch alleen de tegenstander? Oh. En ik kan beter callen gewoon. Dat is waar. That's faster. Ja, dit is echt kut, want nu moet ik dit helemaal... Ik heb een idee. Je kan teruglopen. Nee, maar dan kan je dan wel gewoon bij weer halverwege beginnen ergens? Nee, je kan dat proberen en anders een hele snelle reset. Precies. Net zo snel als een planga. Ja, en die zijn zeer snel. Die zijn heel snel. Oeh, fake out. Dat is nee, wel leuk. Dat gaan we niet doen. Dan moet je op no drukken. Oh nee, wacht, je moet op yes. Nee, ik moest. Oh, toch wel op no, oké. Okay, ja. En dat nu yes. Kijk, hoppatee. 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 Weet je wat ik moet gaan uitzoeken? Nee. En ik woon nu in the middle of nowhere opnieuw. Mm-hmm. Ik heb dan wel een pokestop. Alleen spant er echt helemaal niks hier. Oh, dat is kut. Dus ik moet even op zoek gaan naar wat je kan doen om ervoor te zorgen dat er meer dingen spannen. Oké, ik let even op met deze. Ja? Continue. Kijk, en dan helemaal ja, de 5. Ja, toen drukte ik te snel door net. Macht ik drukte meteen bij 1 namelijk. Ja, dat is de macht der gewoonte. Ja, omdat ik dacht, ik heb al op continue gedrukt. Dat betekent niet dat ik dan opnieuw wil beginnen als ik op continue druk.
Nee, maar je hebt dan in de game heb je de keuze om te kiezen waar je wilt beginnen. Nou, Fobie. Nu hebben we wel het leuke deuntje. Oh, er komt een nies. Ik ga even muten. Oh nee, het komt toch niet? Toch wel? Ik weet niet. Ik voel hem niet meer. Ik voelde me net heel snel aankomen. Maar ik ben dus benieuwd wat ik kan doen. Want zou er meer spannen als er twee stops bij mij in de buurt zitten of zo? Of moet dit gewoon op Google Maps staan? Ja, geen idee. Anders kan ik niet fatsoenlijk Go spelen. En dat, ja, ik vond al dat je weinig gifts had gestuurd. Ja, klopt. Omdat ik kan niet zoveel. En ik zat te wachten totdat mijn eitjes uitkwamen. Want je kan nu uit die 7 kilometer eieren kan je Riolu krijgen. Ja, die kreeg ik net. Ja, die probeer ik dus te krijgen. En dan heel veel, zodat ik op een gegeven moment een goede kan krijgen. Maar ik heb eigenlijk alleen maar van die shit Riolu. Ik heb nog niet gecheckt hoe goed die Riolu was. Nou, ik ben benieuwd. Ik ben hem aan het openen. Ik ben vandaag weer iets verder gekomen met een challenge. Want die vind ik het leuk, zeg maar. Die missies. Die missies? Ja, ja, gewoon de missies die je moet doen. Die vind ik het leuk. Ik ben vandaag weer verder gekomen, dus dat is mooi. Nice. Ik zit een beetje met alleen maar van die shit missies. Gadverdamme, weer een Lickitung. Ik kom gewoon niet van die dingen af. Oh, drie sterren Riolu. Dat is Pog. Mm-hmm. Ik ben nu in het, zeg maar, zover dat ik probeer om zoveel mogelijk te hebben. Dus dat je dan die balkjes helemaal vol hebt. Ja, 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 gewoon zo'n perfect, zeg maar. Ja, 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 ja. Oh, en wat ik ook merk, als ik de game opstart vanaf het nieuwe huis, vindt hij mijn GPS-signaal niet. Oh, what the fuck? En dan moet ik hem de locatie uit en aanzetten en dan vindt hij me wel ineens. What the fuck? En ik had vanochtend, toen ik de game aanzette, toen spande ik eerst in haven, in Almere haven. Gewoon midden in een wijk, met drie stops. Ik dacht, huh? Maar nou, ik had vandaag ook GPS-troubles hoor, gewoon ook midden in de stad. Oh. Misschien dat er überhaupt gewoon problemen waren met GPS. Nee, maar ik heb het al sinds ik hier woon, dus... Oh. Dus ja, het was wel een leuke verrassing dat die stop geaccepteerd was. Ja. Terwijl het eigenlijk gewoon een bouwbord is. Nou, boeien. Ja. Nee, ik heb een hele mooie tekstje erbij neergezet, dus misschien dachten ze, oh, dat zou wel kloppen. En natuurlijk kunnen die Amerikanen geen Nederlands lezen, dus ja. Precies. Oké, dan ga ik wel even jouw gift openen, dan... Worden we nog betere vrienden? Jazeker. Wat is de volgende community day? Goeie vraag. Oh, ik dacht, jij weet het. Dat is in het weekend, toch? Ja, ik heb er niet zoveel op kunnen letten, want ik ben heel veel bezig geweest met... dat en dingen moeten doen. Dus even kijken. Even op Serbi scrollen. Heb jij een beetje zin in onze volgende serie eigenlijk? Oeh, ja. Dat wordt puik. Ik ben blij dat ik in ieder geval nu al wifi en internet en zo heb. Mm-hmm. Want dat was de vorige keer niet het geval. Toen moest ik, denk ik, een week zonder. 2 weken. Maar goed, toen had ik anime-series gedownload. In het oude huis. Yeah. Dan ging ik ze gewoon allemaal kijken. Dat lijkt me een goede tactiek. Ja, zeker. Alleen ik was er echt heel snel doorheen. Mm. Kijk, ik ga jou van het nieuwe huis de stopgift geven. Woe! Van mijn stop op paté. Nice. Ik heb verzonden. Right, ik zal ook die van Paddy openen. Even kijken. Ook 7 kilometer ei. Nou, perfect. Die had ik nodig. Maar je hebt ook bijvoorbeeld incense dagen. Die hebben we van het weekend gehad weer. En dan ben ik een beetje teleurgesteld in dat ik die heb gemist. Okay. Of klopt dat? Ja, die heb ik gemist. Want toen spande Cypher en ik wilde eigenlijk Cypher Candy en gewoon überhaupt een goede Cypher. Maar dat werd hem helaas niet.
Even kijken. Ik ben sinds ik weer Pokémon Go speel, ben ik buiten de community day maar één shiny tegengekomen. Shit. En ik heb heel veel Pokémon gevangen de afgelopen weken. Heel veel van die geestige Pokémonen. Van die geestige, die zijn wel leuk. Ja, ze moeten wat vaker met de uiterlijk spelen, zeg maar. Wat ze nu met Halloween hebben gedaan. Mm-hmm, dat de map zo verandert. Ja, dat vind ik ook heel vet. Daar ben ik ook wel blij mee dat ze dat doen. Ziet er ook weer verfrissend uit. Hé, de pompoenetjes staan er niet. Apart. Even kijken hoor, want... Ik krijg ook alleen maar dezelfde field research continu. Ik krijg die scan de stop en dat wil ik. Ja, maar die is super kut. Ja, dat is echt super kut. En awkward, dan sta je gewoon midden in een woonwijk of zo, zit je een rondje te draaien. Fuck that. Even kijken hoor. Want ik zie dat, nou ja, Halloween part 1, dat is tot 26 oktober. Dus dat is tot morgen. Ja. En daarna komt part 2 en dan, ik weet niet wat er allemaal in part 2 zat. Kijken, Halloween event. Want je hebt nog wel 6 dagen om die Spirit Toon quest te halen. En ik hoef nog maar één keer een Pokémon de Candy te geven, dan kan ik die... Ik moet nog echt iets van 100 berries gebruiken. Ja. Dus ja... Maar in principe, ik heb al Spirit Tomb. Ja, ik ook. En Paddy die deed het voor Shiny, dus ja. Kan die Shiny? Nou ja, het is mogelijk dat die Shiny is. Oh, dat hoop ik echt. Maar dat is echt genaaid als je niet Shiny is, want... True. Het is niet dat je dat nog een keer kan doen dan. Nee. Nu ga ik het ook gewoon live onscreen proberen. Yes, want ik hoef er nog maar één en Candy te geven. Ik wil misschien voor Shiny Zorua gaan, want die ziet er wel nice uit. En die zit dan in, die spant in event 2. En dat is zo'n timed research. Ik wil gewoon een Ditto. Ik zit zo lang met die Ditto quest te zeiken. We moeten weer zo'n Ditto community day hebben. Is die geweest? Weet ik niet, maar het zou wel handig zijn voor sommigen. Even kijken. Waar staat community day hier? Ik moet even de ding hebben. Special. We krijgen wel een Team Go Rocket Takeover over enkele dagen. Dat haat ik. Ik vind er echt niks aan, zeg maar, aan Team Rocket Go. Ik vind die quest die ik daarvoor allemaal moet doen, vind ik ook echt super saai. Ja, dat is het ook wel. Maar de Shadow Pokémon zijn redelijk goed in raids als je een goede IV ding hebt. Maar 3 balkjes of wat dan ook. We krijgen ook een incense. Nee, wacht, die incense day hebben we al gehad. Dat was Scroopy. Nou, hij is niet shiny. Shit. Nou ja, Paddy was ook bezig met dat krijgen. Maar volgens mij had hij hem ook niet shiny. Kijk, spotlight hours. Die moet... Jongen, Joe Merrick moet echt die fucking pagina gaan updaten voor Pokémon Go. Hij vindt Pokémon Go denk ik niet zo belangrijk, King. Nee, hij zit alleen maar Pokémon EX Master up to date. Wel een leuk spel, alleen het is zo lastig in Nederland. Ik vind het niks. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog, want zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigo.